antisemitisme. In de Tweede Wereldoorlog werd er veel op Joden gehaat. Deze Jodenhaat noemt men het antisemitisme. Dit antisemitisme was echter niet nieuw. Het begon namelijk 2000 jaar geleden al toen de Romeinen de Joden uit Palestina hadden verdreven. Door de kerk werden zij gezien als moordenaars van Jezus Christus en ze werden beschuldigd van het eten van christelijke kinderen. Hierdoor moesten ze in armoedige ghetto's leven en werden ze buitengesloten van de rest van de maatschappij. Pas in de 19e eeuw kregen de Joden gelijke burgerrechten. Dit zorgde echter voor veel jaloezie. Het antisemitisme werd nog meer versterkt door wetenschappelijke ideeën over mensenrassen, zoals het idee dat blanke mensen beter zouden zijn. Na de Eerste Wereldoorlog bleek bovendien dat veel communisten Joods waren, waardoor nog één vijandbeeld ontstond. De Joden waren gevaarlijke communistische revolutionairen. Al deze negatieve beelden kwamen samen en uiteindelijk werd het zelfs overheersend in de periode van de Tweede Wereldoorlog bij de nazi's. Steeds meer mensen kregen een hekel aan de Joden onder invloed van de denkbeelden van de nazi's. Volgens Hitler waren Joden geen mensen, maar bacteriën die moesten worden uitgedreven en vernietigd. Hij bracht ze naar vernietigingskampen en vermoordde hier uiteindelijk 6 miljoen Joden. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat. Geen probleem.